Video. Vandaag ga ik Tim terugpakken. Zoals jullie weten heeft hij allemaal met mijn beste vriendin Tessa gezoend en ik ben daar een beetje klaar mee. Ik vind het heeft me ook heel veel pijn gedaan en ik heb ook heel lang ruzie met Tim gehad. Dus ja, ik vind gewoon dat ik hem een keertje mag terugpakken. Ik zit namelijk een hele lange tijd doorheen en ja, nu is het gewoon voor mij het moment, want ik ben er echt een beetje klaar mee. Wat ik ga doen, zeg maar, het broertje van Tim, Daan, heeft dus voor mij de deur open gedaan. En ik had besproken met Tim dat ik een Q&A zou opnemen in zijn huis met Mitchell. Jullie kennen hem wel, neef van Tim, Mitchell Gratisman. Oké, wat ik dan ga doen is, ik ga naar Tim's kamer, maar ik ga natuurlijk geen Q&A opnemen. Ik ga Mitchell chanten voor de camera. En dan ja, kijken wat er dan allemaal gebeurt. Maar ik weet dat Tim op dit moment bij Joey is. Dus ja, ik ga zo meteen camera's verstoppen. Voor de perfecte payback gewoon. Dat heeft hij namelijk echt verdiend, vind ik. Ik heb geen idee of hij zo meteen thuis komt. Dat ga ik zo meteen wel zien, denk ik. Maar ik hoop het niet. Want ik denk dat als hij thuis komt, dat hij fucking boos wordt. Want dat had hij namelijk niet verwacht. Ik heb hem namelijk ook nog niet echt fatsoenlijk gesproken. Ja, maar ja, in ieder geval de bedoeling was zeg maar dat ik, ja, heb ik tegen hem gezegd dat ik een Q&A zou maken. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar wat hij ervan gaat vinden. Ik hoop niet dat hij thuis komt, want ik wilde het eigenlijk stiekem op zijn kanaal posten. Voor stiekem een payback, want ik heb natuurlijk zijn wachtwoorden. En ja, dat hij gewoon helemaal, ja, in de war is van wat er is gebeurd. En ja, gewoon een echt geweldig om hem gewoon terug te pakken op deze manier. Dus ja, ik neem jullie mee en ja, jullie gaan het allemaal wel zien. Ik hoop dat het lukt echt. Ik ga nu de camera's verstoppen. Hoi. Yo. Alles goed? Ja. Ja, heb je een lekker vraag vandaag? Jawel, jawel. Nee. Ik hoop dat je er veel hebt, hè? Ja, komt goed, komt goed. Oké. Okay. De jas uit. Is het niet? Nee, Daan is thuis. Ja, ik voel graag wel voor. Yes. Hoe lang gaat het duren dan? Ja, weet niet. Ik wil... Ik pak even mijn laptop, daar heb ik... Ja, dat is goed. Alles goed? Ja, met jou? Ja. Spreekt Tim nog veel? Nou, niet veel. Had hij nog dingen over dat van Kessel gezegd? Nou ja, niet echt, een beetje. Wat dan? Nee, hij weet het gewoon niet. Hij zit een beetje met een dubbel gevoel, weet je. Hoezo? Nee, je weet hoe hij is. Dubbel gevoel? Ja. Wat is het gevoel? Nou, ik weet niet. Misschien is hij met je vliegtuig. Echt? Ja. Zo komt hij bij mij over dan. Heb je dat gezegd? Ja. Heb ik tegen jou gezegd? Ja, ja. Oh. Wacht even, ik ben nu met jou. Ja, dat komt. Ga gewoon even doen. Hij had elke leuke prank met mij opnemen, dus nou. Wat denk je? Met jou? Ja, weet je nog laatst in die auto? Met Julie en zo, die auto, dat is nog geen bedrijf. Oh ja. Wat denk je wel? Ja. Ik ga gewoon even leuk doen. Hij had elke leuke prank met mij opnemen, dus ja. Wat denk je? Met jou? Ja, weet je nog laatst in die auto? Met Julie en zo, die auto, dat is nog geen bedrijf. Oh ja. Wat denk je wel? Ben je ook een beetje klaar met hem? Ja, wel hoe hij doet, man. Ik krijg mijn wachtwoord steeds maar niet. Wat wil je doen dan? Oh ja, nu heb ik het, ja. Wat moet je doen? Ik wil je vragen van de Q&A toch? Oh ja. Heb je een leuke vraag of niet? Waar? Welke vraag wil je? Zou je liever Mitchell of Tim nemen? Nou, fuck. De mensen zaten bij jou. Ja, serieus? Ja. Hoezo? Gewoon. Wat is het verschil tussen Tim en mij dan? Gewoon, jij bent liever en zo. Ja, kijk, serieus, hè? Ja, kijk hoe hij zich gedraagt op dit moment. Ik kan echt niet. Jij zat volgens mij nooit een middelvinger naar mij toe steken op zijn net. Nee, dat slaat nergens.
Ja. Jij bent ook gewoon een meisje, maar ze toch ook gewoon nog lief behandelen en zo. Ja. Maar ja, dat is dus jij, dus jij zou mij lief behandelen? Ja, tuurlijk. Echt? Okay. Lukt het? Ja, een beetje. Ja, het is wel leuk vandaag. Dank je. Ik heb het ook een beetje geblondeerd. Echt? Ja. Wauw. Een paar plukjes. Zou het wel lukken? Ja, weet je wat je moet doen? Als het zomer is, moet je citroen erin doen. Citroen? Ja, dan gaat het, wordt het blond. Dat doe ik ook elke keer. Ja, klopt. Maar ik ga ook naar Spanje, dan wordt het echt blond, hè, als het met het mooie weer en zo. Mm-hmm. Zo. Wanneer ga je? Over 2 weken. Leuk. We kunnen ook samen gaan. Met z'n tweeën? Ja. En dan gewoon hotel? Ja, gewoon hotel. En dan ook op een kamer? Ja. Wat wil je doen dan? Zou je niet leuk vinden, gewoon? Ja, tuurlijk, maar wat wil je doen dan? Vind je niet spannend en zo gewoon een keertje aan mij? Ja? Ja. Maar wat zou je allemaal willen doen? Gewoon op 1 kamer in 1 bed? Ja, gewoon. En dan leuke dingen doen. Sorry, niet, zeg. Niet in mijn bed, niet in mijn bed, maar gewoon op de kant. Wat Tim allemaal denken, man. Ja. Oh my god. Jeetje. Oh mijn god. Ja, je voelt het ook echt, hè? Ja, het is echt blond, hè? Ja. Maar jouw haar is ook blond, kijk hier. Ja, ik had het ook geblondeerd. Zo. Is het mooi? Nou, het ziet er mooi uit. Heb je leuke broek aan? Oh, dank je. Jij hebt ook een leuke broek aan met 2 gaten. Ja, klopt. Tegenwoordig heeft iedereen gaten. Ja, dat is een beetje de mode van tegenwoordig. Ja. Ja. Maar je ziet er mooi uit, man. Oh, dank je. Jij ziet er ook mooi uit. Ja, dank je wel. Hoe heet het? Zou je met John toch single worden? Eerlijk? Ja. Denk het wel. Echt? Ja, ik val blond en je bent blond. Echt? Ja, denk het wel. Oké. Okay. Zou je mij dan te anders, als je me echt goed zou kennen? Ja. Ja? Ik denk het wel. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus ja. Nou, wat gaan we doen? We kunnen iets anders doen. Wil je zin, hè? Nee. Is dat goed in? Ik weet het zeker. Dan moet je dat wel echt mooi zo. Oh, ja, dat ook maar. Ja? Maar ik weet echt dat ik het moet doen. Ik kan gewoon stiekem. Heb je een condoom zitten? Nee, ik weet niet. Dat zit je niet terug? Ja. Nou, dan ga je toch gewoon doen. Ja? Nou, waarom niet? Maar je ziet er echt leuk uit vandaag. Dank je. Laat me even verwennen. Ja. Bro, er is niks, hè, er is niks, bro. Ik zeg, er is niks. Nee, bro, er is niks. Bro, het kan niet halen. Bro, er is niks. Nee, niet doen. Nee, niet Tim bellen. Hey, Daan, wat niet, kerel. Dit slaat nergens op, je bedoelt helemaal niks. Dit was je lekker slopen, let op. Dit kan niet, dit kan echt niet. Let op. Nee, doe serieus, alsjeblieft, doe het niet, kill. Niet doen, kill. Alsjeblieft, doe het niet. Dit slaat helemaal nergens op, kom op. Nee, kom op. Doe serieus, kom op. Hé, doe uit, kill. Ik ga het uit. Doe serieus, doe het uit, kill. Oh my god, Daan probeert Tim te bellen. En ze zijn beneden helemaal aan het bekvechten. Oh nee. Oh, dit is echt te ver gegaan. Vind jij dat ik Tim goed heb teruggepakt? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ik ga nu alle camera's uitdoen, want dit gaat echt ver.